zin in het tweede deel? Ja! Alright, nou, dat begint helemaal. Geef ze een applaus. Oh, wacht, ik moet natuurlijk eerst zeggen, het is vandaag... Wat? 16 september. Jij probeert leuk te doen, daar hou ik niet zo van. Nee, nee, het is gewoon, ik zeg toch altijd de data die het ook echt is. Ja, voor God. Hebben we er ooit gedacht, weet je waar we aan toe zijn? Ik dacht dat we volgende week al waren. Ja, dat zijn ja in theorie zijn, maar ik zeg altijd de dag dat we het opnemen. Want ik heb geen idee wanneer dit uitge... Waarom ben ik hier eigenlijk over bezig? Tegen jou op! Wie ben jij? Wacht, waar zijn we? Wat doen we? Het is vandaag woensdag 9 september. Fuck you, gast! Het is woensdag 9 september en ik heb er al helemaal geen zin meer in, maar we gaan toch verder. Wat is jouw naam? Tim. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, je ziet echt een stom. Stomme Tim. Vanavond noemen we hem Rim. Dames en heren, Alex en Dierenwerk, Sander Rijpel! Oh. Rim, ben je veel liever of Rim? Geweest. Zandantis, ja, Dimitri ja. De Rimmerie. Sorry, maar blijven gaan, even blijven gaan. Ja, blijf. Weet dat is een. We gedaan. Zijn al een week bezig. De Jannik heeft hier net nog maar geserveerd, dus shout-out. Weet dat is een anus nu kriebelt, hè, maar shout-out. Ja, als iemand iets zegt. Is een anus kriebelt? Ja, ik denk het wel, ja. My spidey sense is tingling. Goed. Pardon. Wat de hel was dat? En ook in die lasagne zat keihard knoflook. Jesus Christ. Ja, dank u. Fuck, dat is fantastisch. Er ligt trouwens ook al een week dat pak Oreo's, dus eet dat maar. Ja, gewoon zo even. Na de pauze gaan we het wel over film hebben, omdat dat het nieuwe dingetje is van de Forecast. Omdat ik heb het helemaal gehad. Dat inderdaad veel loopt. Is de schuld van Janine. Die heeft mij dat geserveerd. Oh. Bedankt Janine voor het eten, maar het was wel, het zat een beetje veel look in, vind je? Nee, nee. Dus, oh, dan ga je het ook naar de schuld aan je vriendin geven. Jij bent ook een fucking nazi, hè? Zij. Daar, het achter... Ze zitten in het achterhuis! Dankjewel. Ze zitten in het achterhuis. Dus, je zei, de podcast gaat over een film, maar als de nood is aan liedje bladeren, is het nog een podcast over een fucking film. Nee, er is nood aan een leuke podcast over een film. Iets ja. waar een klein ja, beetje... Maar, zijn we wel met genoeg blanke mannen om over film te praten? Maar is film daar ook al niet meer van ons? Nee! Ik ben woke. Ja. Alles moet Jordan Peele zijn. Ik ben neergeslapen hoor, wat dat betreft. Dames en heren, nee, dus omdat ik comedy een beetje kotsbeu ben, is de podcast ook, gaat ook een beetje over film de laatste tijd. En omdat we ook al, we vielen de net al een beetje stil. Dus we gaan het vandaag ook over film hebben. En ik heb drie onderwerpen uitgekozen. En we beginnen met, ik heb... heel lang research gedaan. En blijkt dat Guy Ritchie is ook verjaard ook op 10 september. Dus die is morgen ook jarig. Dus ja. Happy birthday Guy Ritchie. Ja. Voor de mensen die niet weten wie Guy Ritchie is, dat was mevrouw Madonna. Meneer Madonna, was getrouwd met Madonna. Meneer Madonna. En die heeft de films Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Sherlock Holmes, die andere met Iron Man, die Revolver, en zijn laatste, The Gentleman. En, maar daar gaan we misschien zo heel kort King over Arthur. Hebben. King Arthur heeft een hele slechte King Arthur. En het allerverschrikkelijkste Aladdin heeft hij ook gemaakt. Heeft hij dat gedaan? Ja, en daarom moeten we hem uitzoeken en vermoorden. Of terug in de tijd gaan en zijn moeder vermoorden, dat mag ook. Okay. Wie heeft dan die Robin Hood film gemaakt met Elton John? Die Robin Hood film met Elton John? Ja, dat was toch... Dat is King Arthur. Nee, er is een Robin Hood film met Taron Egerton, die daar Elton John... nog fokker gepoeld naar, Taron Egerton speelt... Elton John heeft geen Robin Hood film gemaakt. Het zou wel heel goed zijn. Dat fokker gedaan. Hij geeft zijn sperma aan de armen. Wat is dat in ik en Elton John? Als ik aan Elton John denk, denk ik aan sperma. Is stal sperma? Is stal sperma van de rijken? En ik ga van de armen. Een spermabank overviel die? Ja. Dat is echt waar. Weinig mensen weten dat. Wat een beledigende mens is dat. And it seems to me that you lived your life like an arrow in the woods. Dat is
schoon geweest. Dat is heel graag. Ik had dat wel willen zien. Dat had ik wel willen zien, ja. Alex klinkt dat een John in de pijlen zijn gat heeft gehad. I'm still standing. Ah, dat was het. Ja, ah, ik dacht dat de pijl nog moest komen. Goodbye, Mama Jean. Dat is de naam van zijn Piet. Goodbye, English Rose. Ja? Als je de woorden niet kent, dan doe je dat gewoon heel veel. Ja, doe ik ook altijd. En nog nooit dat duet dat je doet met... Ja, ja, Kiki. Nee, weet je? Nee. Het is een nummer van hem. Maar dingen heeft dat later gedaan, George Michael. Don't let the sun go down on me. Ah ja. En dan zegt hij op een bepaald moment, dat is zo'n live versie, en dan zegt hij, ladies and gentlemen, Mr. Elton John. Dan wordt iedereen zot en dan zingt Elton John letterlijk, I can't find forever life. Met zijn eigen tekst niet meer. Who do I be? Wel, John kan het niet beter kunnen zijn, eigenlijk. Goeie tekst ook. Ja, goede tekst schrijven. Dat was eigenlijk Bernie Taupin die de meeste teksten schreef. Dat was gewoon voldoende. Ah, ja. Billy Elliot. Billy Elliot schreef die teksten. Dat is juist, inderdaad. Billy Elliot schreef die teksten. Voor Billy Eilish. Kuifje. Is dat ook Kuifje? Tintin, ja, dat is telt niet, want dat is een tekenfilm. Telt niet. Tekenfilm. Dat zijn de regels en zo wordt het gespeeld. Dat is uw spel, dus... Ja. Dat zegt Charles de Hond ook elke keer. Dat is mijn spel! En ik doe ermee wat ik wil! Allee, laten we nu een stand van Saman pakken over de brand. Ja, dat zegt Stan van Saman ook. Pak mij eens. Wat is je favoriete Guy Ritchie film? Een ster. Wat? Een ster. Dat is uw favoriete Guy Ritchie film. Ik heb meerderheid niet van zien, dus ik ga gewoon Sherlock Holmes pakken. Eigenlijk de popcultuur die beeld dat ik ben. Ah ja, met Iron Man. Tuurlijk, Robert Downey Jr. En is hij niet aan de derde bezig ook? Of is hij wel geblikt? Dat zou moeten gebeuren. Dat zijn er wel mee bezig, ja. Ik vond die ook cool. Ja, die is cool. Die is keigoed. De rest zijn allemaal van die Engelse zwart-witte grijze noemelfilms, toch? Nee, dat is zo... Wel de cinefiel zo... Rustig. Ja, die doet dat keigoed met z'n tweeën. Jude Law en Robert Downey Jr. Absoluut, ja, die zijn keigoed. Weet je wat ik vind? Heb je die trailer gezien van dat nieuwe dat meisje, de nummer 11? Ik heb nooit dat verhaal gehoord. Dat is een keigoed verhaal trouwens. Nee, maar onderbreek me anders gewoon. Ja, ik kon dat gewoon niet. Ik vond dat toch al niet interessant. Nee. Heb je ook al vergeten wat ik ging zeggen? Dat weet ik wel. Nee, maar dat is een verhaal. Ik moet nog iets drinken, maar ja. Dat ging over Game of Shadows. Is hij zichzelf gaan aftrekken en gaan filmen, of wat is hij aan het doen? Ja, oké, goed. Dat ging mij gaan pissen wel. In de pis. Nou, jij was dat vertellen. Dat is helemaal niet erg. Ik eerst in mijn eigen pis en dan gaan we verder. Weet je wel, een fokkenkalender. Ik heb een probleem. Met een fokkenkalender. Hij zal first gargle Gershwin. Ik weet niet waarom ik hier zeg. Maar dat is een verhaal over die tweede Sherlock Holmes. Dat die, Jude Law en Robert Downey Jr. vertellen bij Graham Norton. Ja. Dat gaat over dus een scène in Game of Shadows, een tweede Sherlock Holmes, dat vol lijken ligt. Ja. En dat zijn allemaal poppen die ze allemaal er gelegd hebben. En Robert Downey Jr. zegt voor de grap tegen Jude Law zo, hey, zie. En je stemt kaart op een hand van een van die poppen, dacht hem. En er komt de figurant terecht die, oh, for the love of God! En dat eindigde met dat hij zei, ja, dat was in Engels, hè, dat was in Engeland. In Amerika had ik sowieso een lawsuit op mijn been. Ja, sowieso. Terwijl hij zei, oh, sorry. So, now, it was my pleasure to have my hand trampled by the great Sherlock Holmes. Dat is toch een top verhaal. Dat is ongelooflijk. Maar vooral zo, even for the love of God! Die wou graag meer dan een figurantenrolletje ook. Dat vind ik ook. Ja, dat had hij ook verdiend. Oh, dat is ook een keigoed verhaal. Even vertellen. Ik had Ed Flash Gordon, omdat hij vorige week die een t-shirt aan had. Dan juist gewoon. Het is alle 90. Dat is zijn schuld! Tim, Rin! Rin, verdomme! Maar, en blijven plakken, want het gaat blijven plakken, hè? Ja. Hij heeft vanaf nu Rin. Dat. Ja, hè? Ja, zeg ja! Bleedrimmer. Maar goed, dat is een porno-versie! Bleedrimmer 2049! If only you had seen what I have seen with your eyes! With your eyes!
I've seen attack ships on fire near the Tannhauser Gate. I've seen Sean Dunt rimming the off the shoulder of Orion. All these memories have been lost like tears. Maar mooi. Ja, nog wel anekdote. Ja, man, dat was een mega goeie verhaal. Dat is Brian Blessed. Hè. Dat is een acteur voor de mensen die kennen Flash Gordon. Oh ja, ik wou dit doen. Ja, die speelt, eigenlijk Prince Voltan. Dat is zo'n een Birdman met van die vleugels. Die lijkt op mij, maar dan luider. Maar die vertelt dus inderdaad. Echt waar? Ja, ja. Keihard, maar het goede is... Gordon's alive! Ah, wel. En die vertelt hem vooral dat hem zegt, hij ontmoette de koningin van Engeland. Ja. En hij zegt tegen hem, hey Mr. Blessed, we are all very big fans of your movie. We watch it every year during Christmas time with the entire family. Would you mind saying Gordon's alive? En hij zegt, of course, Your Majesty. Gordon's alive! En zij zegt... Oh, thank you very much. Wat een top verhaal, man. Dat is echt psychologisch. Dat is die extra DVD. En je ziet ook zo heel die inteelt familie ook zo voor een kleine tv zitten in Buckingham Palace. Dat is fantastisch. Dat is een mega goede film. Ja. Maar waar waren we over bezig? Ah ja, Guy Ritchie, dat is ook... Ja, wat ging jij vindt, dat wou ik zeggen. Heb je die... Heb je die trailer gezien waarin number 11 de zus is van Sherlock Holmes en die wordt gespeeld door Superman? Ja. Maar dat zou in datzelfde universum. Dat is Enola Holmes voor de meeste. Enola Holmes, dat is een nieuwe Netflix film en daar speelt dat meisje van... Millie Bobby Brown die daar 11 speelt in Stranger Things. Voilà, nummer 11. En Henry Cavill, dat is Superman, speelt die Sherlock Holmes. Voilà, dat is letterlijk wat ik zei. Goeie casting. Goeie casting ook, hè. Ja, die doen dat Henry Cavill als Superman. Ja, de beste snor aller tijden, man, Henry Cavill. De mustache dat killed Justice League. Dat zal wel. Ja, kan me niet bommen. Blijkbaar is dat heel moeilijk. Nou ja, dat hebben we gezien bij de Joker. Maar goed, dus, dat is wel een goede trailer. Ja. Dus maar dat zou toch in datzelfde universum kunnen passen? Goede recensies gehad ook. Ja? Ja, kom binnenkort uit. Nee, wat is er dan gaande? Ik zie toch dat daar iets gaande is! Zullen we de chocobaan? Je ziet dat toch? Wat heb je dorst of zo? Zet al een op de chocobaan te worden. Daar is de gehandicapte bang van, zeg maar. Hoor. Ja, dat toffe t-shirt dan. So ho. Ja, daarom dat is een hoer is, bedoel je? Ja. Ah, ja. Ja, daarom waren we naar de borst aan het kijken. Ik had ze niet eens gezien, maar ja. Maar je zegt, jij hebt toch hangertje aan. Drukken van de voor. Grote ogen. Maar dat dezelfde sfeer een beetje heeft als die Guy Ritchie. Zal het nog eens zijn. Het lijkt eigenlijk zo die film met Magneto nog een keer willen terugzien. Dat die oude Sherlock Holmes speelt. Mr. Holmes, dat is kei leuk. Dat is echt goed. In McKellen. Ja, dat is gewoon een goeie. Ja. Ah. Ian McKellen die zo... The detective is never late, Frodo Baggins. Or is he early? He arrives precisely on Jij kunt later ook gewoon Guga Balu worden, hè? Dat kan ik. Als groot. Godverdamme, geen Terlambot of zo. Godverdamme, een fucking klootzakken. Godverdamme, kan jij Guga Balu na? Nee, die kan ik niet. Doe ik je Guga Balu niet al? Ik zei niet dit. Ik hoor dat niet. Oh, ik zag kei veel mensen horen dat. En dat is typisch, want als je het een uur nadoet, dan je hoort dat zelf niet. Helemaal, dus ik zat daar zo naar te rusten en ik dacht, zo, bij momenten wel, ze voel je wel van, hier snap ik wat gaan doen ze. Dus al, ik zeg nu van de Kaboom DVD dat hem nadoet, hoor. Ja. Het is veel zo, allee, man. Nee, kan ik ook niet meer nadoen. Wat is dat in dat handje nu? Wat zijn dat jokes, man? Allee, man. Respect wat, man. We doen dat. Heb ik ooit zo geklonken? Ja. Veel, ja, man. Ja. Zo wat de Dracula van de comedy. Zo. De Dracula van de comedy. De Dracula of comedy. Ja, volleybal. Ja, ik zie dat in dat handje. Dat is weet je wat dat is? You must be Hungarian. Listen to them, the children. The children of the night. What music by me? Sorry. Maar goed, wat waren we? Lockstock and Two Smoking Barrel hebben we dat gezien. Kennen we dat? Is dat uw favoriet? Ja, dat is een eerste. Blijft toch wel even bij een... Is dat met Jason Statham? Dat is niet alleen met Jason Statham, dat is ook met Vinnie Jones. Ja. Dexter Fletcher en Jason Fleming. Ja. En... Achter de toog staat Sting.
Je speelt de vader van Dexter Fletcher in de, in de film. Ja. Ja. En dat gaat ook. Maar dat hem de schitterende zin zegt: You don't know your asshole from your ear out. Maar dat is wel, het is een hele quotable. Dat is een hele quotable film, toch? Ja. Ja, ik vond, dat is de eerste van hem dat ik ook ooit gezien heb. En dat ik heb dat in dat Amsterdam gezien. Ah, ja. In zo'n art cinema zo ergens, dus ik weet ook niet meer waar. Maar tegenover de Melkweg is er zo. Ja, ik weet niet meer, dat kan, dat daar was. Maar ik heb dat, ik heb dat daar gezien, ja. Maar ik vond dat wel heel cool. In Amsterdam heb je ook een fantastisch theater, Tuschinski. Ja, daar ben ik expres een film gaan zien, omdat ik in die zaal wou zitten met zo'n art deco cinema. Dat is een ongelooflijk mooie zaal, vlak aan het Rembrandtplein. En dat is echt nog zo'n oude cinema. Dan ben ik Catch Me If You Can gaan kijken. Alright, cool. Ja, met Leonardo DiCaprio en Christopher Walken. Ja, top film. Jongens, vergeet niet, zaal 5 in de UGC van Antwerpen. Ook een parel qua. Ja, dat is wel waar. En? Gezellig te gaan huizen. Een lasershow, is dat hier? Je dat nee, dat was 15. Of 12. Ik weet dat niet meer. Wat, heb je een stuk of 3 met een gebrande pixel? Bij heel die show zitten kijken van, fuck it, pixel. En je hebt ongeveer 13 zalen met muizen. Heb ik Rocketman gezien, mijn muis. Serieus? Samen. Gewoon. Samen, gezellig. Ja, maar dat is echt waar. Ik heb zo'n popcorn delen. Ben zelfs niet geschrokken, ik was gewoon verward. Die buis ook? Ja, omdat maar ik had die jokes gemaakt in de show over Robbe de Hert. Een van de houten groep bekekens van dat Robbe de Hert aan de muizen in zijn appartement zat. En dat hij iedere dag naar de UGC gaat. En dan komt een artikel uit van de UGC aan de muizen in de UGC zaal. Dus ik zei, ik wil niks insinueren, maar het een kan van het ander komen. En like, een paar weken later zat ik in de cinema voor Rocketman te zien. Helemaal alleen. En ik is dat de leuning voor mij. Komt er zo'n muizenkroon. En ik zo, en die muis ook zo, Wat doe jij? En allebei naar Rocketman had kijken. Ja. En nog een leuk gesprek gehad aan de hand, zo'n beetje ervaring, hoeveel, hoeveel kaartjes op 5 vond hij? Maar dat is ook... kaartjes op 5! Oh, geschattige oud man. Wat is dat nu weer? Ja, ik ga nog een kinderboek schrijven. Je vroeger in de Calypso gewerkt? Maak jezelf dood, zo heet het. Mijn kinderboek. Oei, moest je Spider-Man niet! Good kid. Ik heb ooit in de Calypso gewerkt vroeger, dat tegenover de UGC lag. Ja, ja. En daar hadden ze ook een muizenprobleem. En er is ooit een vrouw tegen mij komen zeggen, excuseer, maar ik heb net 2 muizen zien vechten voor een stuk popcorn. en op dat moment wist je weet niet wat je moet zeggen, dus ik zei, wie had er gewonnen? Wat de hel? Na de feiten, omdat ik ben dan naar zo een van die UGC-kippertjes gegaan die er achter de toonbank staat. Maar ja, weet je wat ik bedoel, die vrouw. Man, streep vrouw, dat kan allebei hoor, in dit geval. Maar ja, dat zijn zo die wijven die zo heel verveeld naar u kijken als je een popcorn vraagt, alsof je mijn naam lieve gevraagd hebt. Gaat er iemand zijn gsm af? Jawel, hè? Hij probeert net te doen of die aan de hand was. Vind je heel schattig. Nou, ga verder. Steven doet net alsof het niet gebeurd is. Maar ik zeg pak je zo wel. Dat klonk een beetje als een op zijn telefoon ook zo. Waarschijnlijk de moeder of zoiets. Alarm! Nee, maar! We nu torpedo aan bekijken. Ik ben zo'n piepel die aan het afzuigen. Oh ja, gewoon, ik zei van. Ribben! Met Van Dont, goedemiddag. Jij? Nu heeft hij een hotline weer een keer van Godwit wakker. Sowieso. Maar ik zei maar, ik kom niet klaar. Hou van Ribben! Van sorry, dat is mijn. Dat zijn mijn ik geef het op, zo goed. Nee, ik wil het verhaal horen. Dat is echt niet zo goed. Ja, wel, joh, we bouwen het nu op. Mag niet. Wie wil het verhaal van Xander horen? Iedereen. Ik advocaat onder de wanneer dat ik gewoon zei tegen die griet van, ik ben niet lastig of gechoqueerd of kwaad, maar er zat echt wel een muis op de leuning voor mij. En je zag dat meisje zo, ja, wat moet ik daarmee doen? En ik dacht, ik weet het ook niet misschien. Allee, zat ja, een val zetten. Ja, retroactief kan ze niet zo, waar zit die muis hier? Samen met mij ze gaan vangen, maar gewoon. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Ik vind dat ze zo lekker. Allebei met een netje. Maar in Disneyland hebben ze zo'n stuk of 30 katten. Hè. Dus Disneyland na donker. Man, man, man. En die gast die in dat pak van. Die spuit in die spuit. Die ziet. Ah! Oh, zo slecht. Zo slecht is het Disneyland af. Godverdomme, wil iemand die kat van me aanhalen? Zo echt. Oh. Beeld u in. Disneyland After Dark, lege Main Street, en zo een gast in een pak met 40 katten op. Nee, nee! Die andere muizen! Kut kat!
wel, ze waren in Disneyland laten zien, ik zat al katten lopen. Maar ah, ja. After Dark voor zo. Want ja, al die brood er liggen, al dat eten zou wel heel makkelijk muizen kunnen aantrekken. Algemeen zo'n attractie kan bij, ik denk dat zelfs Pirates of the Caribbean zijn er zeker muizen. Dus ja, de Johnny Depp wordt gespeeld door muis. Dus ja. De day almost. Zat de muis. Pruikenparade. Wat hè? Pruikenparade. Johnny Depp met een gekke pruik op. Oh. Paradij. That's the one. ja, dus we moeten onze 40 katten loslaten in de UGC. Niemand ja, tuurlijk. En dat zou ook gaaf zijn dat je zo in een zaal zit, dat is zo'n kat. Dat is normaal, ik heb in een film direct een kat op naast je. Dat is niet raar. Dat is niet raar. Heb ik trouwens dat is thuis ook. Heb ik trouwens verteld dat ik een kat heb nu? Ja, ah ja, vertel over je gehandicapte kat. Nee, dat is echt waar, je hebt toch een gehandicapte kat? Nee, dat is mijn lieve kat, maar een kat met drie poten. Ja, dat zeg ik toch. En, die kun je keigoed schoppen, want ze heel hard rennen, dat lukt niet. Maar ze heeft die fantasieljes aangegeven die klein was en die poot niet kunnen rennen, dus die heeft nu drie poten. Ze breekt een van achter. En s'nachts is die Batman, want die ouders waren ook dood. Ik heb de Batman. Ja. En, mee. Twijfel daar niet over, kat met drie poten, heel grappig. Heel grappig. En ik lag dat beest constant uit. Ik heb 400 verschillende namen. Melkrugske, driepikkel, hobbelpaard. Ik noem dat beest alle. En zij zei tegen mij van, mijn lief, dat gaat niet grappig blijven. Ik zei, oh jawel. We zijn nu 3 maanden verder, het beest blijft hilarisch. Het is alsof er een kat is aangereden in mijn huis en zo sleept hij door mijn huis. En ik heb 3 verdiep en dat is hilarisch. Trap op is natuurlijk super moeilijk. Ja, dus hij gaat heel traag de trap op. Maar het is zo wat, hij volgt graag. Dus een kat komt altijd op zijn poot terecht. Nee. Volgt. Nee, ik voelde weer een Sean Dotmop kraken. Ik heb niet gemaakt, over poten gestoken. Die They also call me tripod. Ja, precies. Want het is zo wat, een hond op dat vlak. Als hij wil dat in de kamer zijn waar hij zit. Ja, natuurlijk. Want dan ga ik naar boven met een bureau. Dan, het doet later, ik kom te machten bijvoorbeeld. En dan zeg je, ah, ik ga kakken. Ja, dan denk je, oh, ik kan een ijs die gaan halen. Dan zeg je, oh, maar heb je hem niet een extra poot bezorgd, of hoe zit dat? Ja, ze hem zo, de Dreamcatchers, dat kattencafé in Gent, dat hem zo'n ding met kattenkruid. Zo'n valse kippenpoot, een gebraden kippenpoot. Ah. En een plusje kippenpoot. En je hebt dat erop geplakt. Ja. Oh, dat beest haat mij zo hard, omdat ik dat ook... Ik doe dat voor niemand die mop. Like, soms kom ik binnen en ligt hier zo wat uitgestrekt op de mat. Op die ene kant waar die poot in mij zit, dan is zo... Kat is in de grond gezakt! Ah nee, tripoot. En mijn liefde zat te stop met dat beest uit te lachen. Ik zeg, het is een kat, kun je uitleg spelen wel? Ja, misschien, maar... Straks gaat hij je ogen zo'n houten potje moet je geven. Ah, ja! Ik weet het, ik heb al aangeboden. Dat is een papegaai, die is in een schaal. Ik heb al aangeboden om zo, maar ik heb zowel wat Lego T-Rex, om zo'n poot van een Lego T-Rex eraf te halen. Dat is zo wat. Ik heb ook al aangeboden voor een wieltje. Hoe is dat een wiel? Aan de dat zou geweldig zijn. Punt zo. Ja, ik wil er zo wat Transformer aan maken. Ja, dus. Part man, part machine, part animal, part machine eigenlijk. Wunda. Dat kan niet zo. Ja, de boksen niet meer, de boksen zijn kapot. Nee. Die zijn niet Alex bestendig, dat is wel. Nee. You are not ready for this. Maar goed, sorry. Waar hadden we het over? Katten met drie. Guy Ritchie. Ah ja, Guy Ritchie. We zijn klaar met Guy Ritchie. Maar Jason Statham zit erin, dat belangrijk is. Ik heb langs Expendables 2 er bekeken. Ja, ik vind dat heel goed. Ja. In welke zit Jean-Claude? Is dat wel in 2? In 2. Ja. Jean Villain. Ja. Just. En dat is een slecht. Normaal ging er een vierde komen ook nog. Met zijn tweelingsbroer. Claude Villain. Top. Dat is toch fantastisch. Dat is heel erg grappig. Ja, we keken zonder ondertitels, dat gaat niet, die film. Dus niemand is er verstaanbaar. Ah, nee, die spreken allemaal. Er is een scène waar de Schwartz tegen Sylvester Stallone praat en dat is echt zo... Uiteindelijk is niet meer verstaanbaar dat hij vecht tegen Jean-Claude. Zo, kom op, Villain! Dat is waanzin. Maar je hebt het niet echt nodig voor het verhaal, denk ik. Wow, heel die film is aan elkaar gereikt met... trailer quotes. Hè. Ja, ja, ja. En dat kan ook niet meer. Op nu zijn die mekaars franchises tegen elkaar aan het quoten. Dat ik echt zat van, dat kan niet! Als je dat kent... I'll be back en de ander zegt... Ja, er zijn er 2... You'll be back, I've been back enough. Nee, dat is dat. Nee, nee. Dus de Schwartz die zegt, I'll be back. En Bruce Willis zegt van,
You'll be back enough, I'll be back. En de Schwartz zo, yippie-ki-yay. Ik denk, dat kan niet! Dat kan niet! En de beste is, Chuck Norris dekt dan op. Ja, hij zijn twee, dat ging. Die vertelt een Chuck Norris joke. Ja, dat ook, ja. Dat is fantastisch. En Chuck Norris dekt op, en Schwartz eigenlijk zegt van, who's next? Rambo. Ik denk, dat kan niet! Als jij weet wie Rambo is, dan weet je... Ja. Jason Statham heeft er wel de top uit dat hij zo verkleed als priester, zo noemt dude vermoord met mes, dan ze... And I pronounce you man and knife. Dat is een altijd. Dat is echt de goede jaren 80 dat iedereen als je wilt doodmaakte, dan moest je iets zeggen. Ja. Dat is een beetje weg. Dat is jammer. Ja. Stick around. Ja. Dat is Predator. Dat is Predator. Ja, met dat grote mes. Nee, dat is Commando, denk ik. Nee, Predator. Ah ja. Ten, Commando is let off some steam, Bennett. Someone I have known for years wants me dead. I've known you for 10 minutes and I want you dead too. Nooit Commando. Dat is het vervelende bij Alex naar de cinema gaan, is dat ik zo, ja, wacht, hoe was het verhaal? Hoe ging die film weer? Wel, ging wel, en dan doet hij met alle geluidjes, alle stemmetjes, alle quotes en alle dialogen. Als ik en dan zit er naast... Eens, kom met mijn rekeningen, hè. Oeh, dat lukt toch zo een keer een sportplaatje? Nee, daar heb ik een vrouw voor die dat die op tijd betaalt. Ah, op tijd betalen, ja. Ik weet nog helemaal... In het begin dat ik hier kwam en dat ik je nog niet zo goed kende en dat je zo in een soort van... Ik ga alle stemmetjes en alle stemgeluiden van de wereld namaken. Dat ik zo zat, ik denk, oh, Jesus fucking Christ, dat is nu zo tegen mij. Ik zou wel beter zijn. Ik zat hier op een tram in Antwerpen. En ik dacht, godverdukke, maar ik had voornus er nu toch constant lawaai te maken tegen zijn ei te praten. En jij zat gelijk drie zetels achter haar. Ik had niet door dat ik op dezelfde tram zat. Oh, zat, te goed. Jij zat zo in een van je modus en dat je gewoon zo... Gewoon alles door elkaar aan toe was. Dus ik beeld mij dat hij gewoon zo... Mijn dochter zegt tegenwoordig tegen mij zo... waren er weer een debat tegen uw eigen naam? En dan zeg ik... ja, en zo... Waar dan het winnen? Nee. Ik verlies debatten van ingebeelde tegenstander. Dat is kei. Je zegt zo, gast. Zeg, ik denk, fuck, dat is een goed punt, dat ga je dan niet doen. Want dat is mijn punt! Ja, idioot! Ja, dat is verschrikkelijk. Je zegt zo, Gaston en Leo tegelijkertijd, ja. Dat is zo... Allee, Leo, wat zwaar zijn nou, Gaston? Gaston, kijk je dan niet aan. En dat is wel nog de camera zien, ook als de sketch gemaakt. Ja, dat was het. Ja, dat werd die hoek. Ze werd van elkaar zien en zo van de camera. Dat was het wel weer, hebben we niet. Maar ja, goed. Ik heb van dingen, tijdens onze Robin de Heer podcast, die volgende week pas aankomt, maar dat doet er allemaal niet zoveel toe. In the future! Sorry. In the future. Ja. Heb ik een nieuwe zender ontdekt, ik wist niet eens dat er bestond. Eclipse TV, heb je daar ooit van gehoord? Ja. Dat is voor de bejaarden. Heerlijk! Maar dat is dat niet wat de Sven vertelde? Ja, dat Sven zei dat. Van die oude Vlaamse films. Dat spelen ze allemaal van die jaren 50, 60, 60. Ze hebben de jongensfilm daarop getoond en een ijsgol heeft dat gerept en op YouTube gezet. Dus ik ben niet meer de eerste dat ding bezet, wat mij enorm stoort. Nee, ja, inderdaad. Dus al die oude films, maar ja, goed, dat is echt jaren 50, 60 shit van uit Antwerpen van Edith Kiel, Jan Verheij. Maar die komen... Edith Kiel en Jan Verheij, dat is 100 jaar tussen. Nee, Jan Verheijden. Verheijden, dat is Jan Verheijden. Niet Jan Verheijden. Al die oude films van Edith Kiel en Jan Verheijden. Dat is Jan Verheijden. De Witte en alles moet weg zo. Nee, dat is het. De Witte en Team Spirit. Alles moet weg met de Witte. En die komen daarop en dat is wel, ik heb die recorder gezet om als nachts al die films op te nemen. En ook zo korte filmpjes laten ze ook zien, zo het manneke. Hebben we er ooit van gehoord? Ja, jawel, dat is Cassiers. Chef Cassiers. Chef Cassiers. En dat je hebt eigenlijk Jan Zonder Vrees gemaakt, die een tekenfilm. Maar Jan dat is Chef Cassiers. Ah, dat wist ik niet. Ja, ja. En dat heeft ook een redelijk legendarische... rare synthwave soundtrack dat is eigenlijk een stille film die dat met zo'n gek mannetje erop die degene die ik gezien heb, er was iemand die had hilarisch die was aan het skiën op een duin zand. Ik moest er niet meer lachen, maar ik vond wel ik vond niks. Het was heel leuk. Nou goed. Dat was uw favoriete Guy Ritchie. Ja, Lockstock en Two Smoking Barrels wel, omdat dan wel de eerste was. En dat was ook een soort genre. Daarvoor had je niet zo heel veel
gangster, Britse gangster dingen. Je hebt The Craze, heb je wel gehad. Ja, dingen met de Long Good Friday. Maar dat waren niet heel veel. En echt dat... Funny ook, hè. Ja. Funny, want het is ook zo'n moment dat die zo aankomen aan een bar en er loopt zo'n brandende gast naar buiten. Juist. Het is echt een kerel die volledig in brand uit een café komt gewandeld en die drie gasten kijken zo naar elkaar en zo... Ja, we gaan er toch niet met drie keer. Dat is echt een... Ja, ik vind dat, ja, dat is een kei toffe film. En dan die gast die dat meegemaakt heeft, dus Guy Ritchie heeft daar samen met zijn naam verkrijgd, maar die heeft daarna Layer Cake gemaakt, wat ook een hele goede film is. Ja. Nou, weet die man nou. En die heeft daarna ook nog een van die X-Men films gemaakt. Of Kick-Ass, denk ik. Matthew Vaughn. Matthew Vaughn. Heeft hij Kick-Ass gemaakt? Ja. Voilà. En 1 en 2? Kingsman. Allebei. Kingsman. Oh, Kingsman. En die hebben, dus die hadden samen Lockstock gemaakt. Ah, okay. En Snatch misschien ook nog wel, dat weet ik niet. Wat ik wel leuk vind aan Guy Ritchie is dat hij zo een klein beetje backstory over iemand geeft. Zo, ja. Juist genoeg. Je hebt zo Vinnie Jones in Snatch is Bullet Tooth Tony. Hè, zo, dan gast je zo één naar tante als een kogel. Ja. En dan zie je zo, how did he get his name? En dan zie je zo karap, zo, dat je zo... neergeknald wordt in een café door zo'n paar man en die valt zo tegen de muur met zo'n vier kogels in zijn lijf en dan kijkt hij en je trekt zo'n mes zo shk, en je doet zo right dat is totaal niet goed afgelopen vooral de rest, hè, maar dat is ja, dat vind ik heel laag. Dat is ook Brad Pitt in Snatch is ook leger daar. Ja, leuk, ik ga gaan voor je ma. What the fuck is he talking about? Of zo met die interview, he's my partner, which means we work together. It don't mean we take showers or long windy walks. Ja, dat zijn zo van die uitspraken die altijd... I need a gun. What do you need a gun for? The Germans. Ja, dat is vol met van die fantastische... Die laatste die hij gemaakt heeft, The Gentleman, die heeft een beetje ook die feel wel terug. Ja. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Je moet ook altijd lachen met zo'n dingen. Je hebt zo'n figuur in de eerste. Ja. Dat is ook Nick the Greek. En elke keer dat je Nick the Greek. Paling. Dat is altijd zo. Ja, dat vind ik altijd keiferie. Dat is... Aladdin. Boris the Blade. Aladdin is een van de slechtste films ooit gemaakt in de geschiedenis van de wereld. Want het origineel is een meesterwerk. En dat is Robin Williams. En dat is de half, dat is niet geen half god. Dat is niet belangrijker dan god. Won't give you such a trick. En je kunt dat niet remaken, dat mag niet. Ja. En zeker niet met de Fresh Prince of Bel Air. Gewoon niet. Doe dat niet. Jafar is very really glad to see you, aren't you, Jafar? Ecstatic. Dat is uit de tekenfilm. Want Jafar in de fucking in de blauwe Fresh Prince film heeft geen hol. Hij is 20 jaar oud en is knap. Dat is ook zo. Ja. You married a princess, but you're so old. Dan denk ik, nee, is knapper dan fucking Anna Dedrick. Fuck that, wat ervoor. Het over in de papahai. Slash cast, blauwe Fresh Prince. Why are those moldy crackers? Dat is belangrijk. Geen Gilbert Gottfried. Geen Gilbert Gottfried. Ja. Waar de fuck. Weet je, het allereerste is. Aladdin 2 staat klaar. Wow. Ze gaan een fucking Aladdin 2 maken. De wraak van Jafar toch? Ik weet het niet. Ik ga UGC doen. Aladdin! Shandon, dat is de Vlaamse stem van Aladdin. Nee, en dat kan niet. Hier is mijn geest uit de fles. Drie keer wrijven en er komt van alles uit. Drie mensen, allemaal Arisch gerelateerd. Maar ja, ik kan er niet aan uit dat je, en ook dat je als comedian, dat je als, ik had best respect voor Will Smith, behalve in Suicide Squad, alles wat hij de laatste tijd doet, maar dat je denkt, ja, Robin Williams, dat kan ik wel. Dat je dat überhaupt durft te overwegen, dat kan ik niet aan. We gaan allemaal een Back to the Future remake meemaken, hoor. Daar word ik heel, heel kwaad van. Het gaat niet gebeuren zolang dat ding is nog leeft, hebben ze gezegd. Is dat nooit? Nee. Michael J. Fox. Nee, niet de acteurs, de makers. Allee, Robert Zemeckis? Ja. Denk eens, Zemeckis en nog iemand hebben gezegd, zolang ik leef, gaat niet gebeuren. Dus wat, ben 10 jaar ongeveer. Zien hem. Maar ja, die is nog niet zo oud, hoor. Back to the Future remake met... Ik wil wel, want ik zag nu weer trailer van die... dus in 21. Tom Holland als Martin. Van going back to Back to the Future. Tom Holland die, en dat speelt zich af in de jaren 80. Dat is het, dan gaan ze terug naar de jaren 80. Dingen, Tom die Hardy. Musical.
Tom Hardy als Time Machine. I'm tomorrow. Blade to the Future is dat. Sorry, ik had dat juist. En dan had ik ook nog gevraagd om onze favoriete film uit 1972. Het jaar van de Godfather. En eigenlijk wel een belangrijk filmjaar, want dat zijn al die. Dat is het einde van dat de Amerikaanse films shit waren en terug goed waren. Dus op een gegeven moment wisten de Amerikanen niet zo goed meer wat ze wouden doen. En dan begonnen ze musicals en andere rommel te maken. En op een gegeven moment, in het begin jaren 70, dat is eind jaren 60 begonnen met The Wild Bunch en weet je wat. Maar begin jaren 70 hebben ze een aantal mensen auteurfilms laten maken. En The Godfather is daar een van de belangrijkste voorbeelden van. Ja. Maar 1972 is een heel goed filmjaar. Maar wat is jouw favoriete film uit 1972? Ja, onder andere The Godfather uiteraard. Ja. Omdat we die, dat is zo'n typisch is. Way of the Dragon. Ja. Eigenlijk ook van dat jaar. Bruce Lee, voor de mensen die hem, dat is de fameuze waar hij dat eindgevecht in het Colosseum heeft tegen Chuck Norris. Ja. Waar hij zo die zijn borsthaar eraf trekt en zo wegblaast. Heb je dat nooit gezien? Ja. Borsthaar eraf trekken is cool, dat is zeker pijnlijk. Dat doet heel veel pijn, denk ik. Zo'n soort, dat borsthaar eraf, dat doet. Bij mij zit er niet zoveel, dat zou heel triestig zijn. Mijn borsthaar. Zo, je borsthaar, zo enkelvoud. Zo. Ja, mijn enkelvoud. Ja. Dat is wel al heel lang, dus dat is waar. De draad. Nu moet je dan een schaamhaar doen, hoe zit dat? Dat is een gezicht. Ja, ik vond dat een coole. Dat is ook. Is dat zijn laatste? Nee, de laatste dat hem ooit gedaan heeft is Game of Death. Maar er zitten zelfs stukken in waar hij eigenlijk een beetje bij momenten ook gespeeld wordt door een andere acteur. Allee, dat ze letterlijk zo beelden gebruiken met dat hem een zonnebril op heeft. En dat hem omdat hij halverwege de... Die is gestorven voordat hij af was. En dat was eigenlijk een soort... Is hij op de set gestorven? Nee, dat was zo'n zoon. Oh. Brandon Lee is gestorven tijdens The Crow. Ja. Maar Bruce Lee is wel overleden onder mysterieuze omstandigheden. Bleek zo'n allergie te zijn tegen een of andere aspirine-achtige pil. Maar ja, kogels. Er zijn ook niet hele hoop allergie kogels. Zijn zoon is gestorven van allergie aan kogels. Ja, dat is juist. Dus dat, maar dat was die zijn laatste. Maar hij hoeveel eigenlijk... films? Die heeft niet zoveel films, hè? Vijf, ja, die heeft, wacht, wat is dat, The Big Boss, de Way of the Dragon. Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon, maar zijn de grote doorbraak in Amerika, ja. En Game of Death, die is eigenlijk mooi. En die heeft ook wel, die was ook wel Kato in The Green Hornet. En daar heeft hij ook, die heeft ook in de Batman TV-reeks, zit hij ook in met The Green Hornet. Ah, ja. Dan heeft hij een gevecht tegen Robin. Wat zalig. En dat moet gelijk opgaan. Maar dat is natuurlijk is de crossover. Die Bird War, zo, ik weet het ook al. Ja, Biff, pow! Ja. Ja. Ze hebben een crossover gedaan in de tv-reeks en er is like, 4 jaar geleden of zo een strip van uitgebracht. Ja, dat klopt. Batman 66. Ik heb het weer tof dat gezegd. Ah, ja. Opa kopen die. Ik heb dat. Ik heb het al. En die had zo de prachtige one-inch punch. Bruce Lee, hoe was dat hij zijn hand zo tegen u zit en dan sloeg hij naar zo'n meter achteruit. Weet je van wie dat de Green Hornet de achterkleinzoon is? Nee. De Lone Ranger. Ja. Oh, ja, dat is juist, jawel. Ja, de achterachter. Jawel, ik heb dat nooit geweten. Dat is juist, ja. Ja, die is familie van de Lone Ranger, dat weten wij uit de Guild. Gollum komt er zo niet terug bij, maar geen termijn. Ja. Is iedereen afgehaakt? Mooi. Dat is jouw film uit 72? Oh, ik heb je gecheckt? Ik heb al niet meer zien, maar Sloot. Het is lang geleden dat ik Sloot gezien heb. Ze hebben het gesproken als Sloot. Michael Caine en Laurence Olivier, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Het is een beetje like Knives Out. Dat is wat ik me herinner. Het is zo'n mysterie in een landhuis. Ze hebben er een remake van gemaakt in de Nillies. Maar Michael Caine weer opnieuw die de tegenovergestelde rol speelt. Ah ja. Het is zo'n dude die... een soort van verzekeringsdingetje wil doen door te lijken dat hij zijn vrouw vermoord heeft en dan gaat hij dat oplossen. Speelt ze allemaal op dezelfde gebouw. Locatie. Op dezelfde avond af. Ah, ja. Alleen dat kan ik niet goed uitleggen, maar het is wel een zeer goede film. Ik denk als kind toen de graven puzzelmysterie zijt, Sloot, 1972. Michael Caine. Michael Caine is size of a tangerine. Michael Caine, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, die speelt Harry Palmer in de Ipcress file. Dat is een soort... wat als James Bond, James Bond een soort meer achter een bureau zou zitten. Mm-hmm. Dat is zo'n soort bureauversie van James Bond. Ja.
Ik wil weten wat je volgende vraag is. Nee, dat is aan rood. Oh nee, we gaan nog over Hollandse films. Nee, dat is niet een Nederlandse film. Ja? Zeg maar, wat was er nog allemaal? Weet je, heb jij opgezocht wat er in 1972 was? Ja, ik heb het niet opgeschreven, maar ik ja. Iets van Woody Allen ook. Oh jawel, jawel, ja. Ja. Die maakt elk jaar... 72, waar is zijn vrouw geboren is. Dat valt nog mee. Mijn favoriet is Silent Running. Het is een science fiction film cool. Met Bruce Dern. Waar ja. Een soort, nadat de aarde om zeep is, zijn alle flora, vooral bij eigenlijk, alleen de flora bloem. Zit in een ruimteschip. Bloem. Bloemen en planten. Bloem. Bloem. Bloemen en planten. Al de flora, bloem. En we hebben een Bruce Dern. En fauna, beesten. Sorry, maar... Bloem en beesten. Een beetje slachts natuurlijk. Dat is een ruimteschip en daar woont één iemand met drie robots. En die robots die heten Kwik, Kwek en Kwak. Of Huey, Louie en Dewey. En daar gaat het over. En hij moet dat ruimteschip laten ontploffen. En dat is de hele film. En het is een keigoede film gemaakt door, ik denk, Douglas Trumbull. Maar ik kan het niet weten, want hij staat daar. Ja, ik wil weten, wat dat je papier van bent. Ja, nee. Dat is het nadeel van een speakbriefje. Als je dat geschreven hebt, dan was vooral visual effects van voor Close Encounters. Dus echt waar? En Blade Runner. Ja, 2001 Space Odyssey. Ja, daar wist ik. Heb ik nou gisteren een nacht op zitten zoeken? Dat is een keigoede film. En ook een van de favoriete films van Mark Kermode. So, that novel you've been writing. Alle stemmetjes worden er aan toe. Goed. Nog een laatste dingetje en dan stoppen we bijna hoor. Ja, het is genoeg geweest. Favoriete Nederlandse films? Voilà. Die voorbij weet je? Abel. Heb je die ooit gezien? Nee. Abel is... Abeltje? Een... Nee, dat is heel iets anders. Dat is veel... Met Abeltje, dat kennen we wel. Nee, dat is... I'll help you, Miss Kane, if I'm able. Het zakmes! Het zakmes is mijn favoriete Nederlandse film. Abel is een film van Alex van Warmerdam. Dat is de debuutfilm, ik denk 85, 84, 86, ik weet niet wat. 86 is dat niet. Geef me papier, man! Dus uit het hoofd is een film van Alex van Warmerdam. Die heeft ook de Noorderlinger gemaakt. Heel weinig mensen kennen die. Omdat, dat is zo'n nadeel van goede Nederlandse films. Die, en andersom ook trouwens. Dat geraakt blijkbaar niet over de grens. Dat spreekt dezelfde taal. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Alzheimer of dat soort dingen. Dat geraakt daar niet in Holland. Nee. En andersom, goede Hollandse films geraken ook niet hier. Omdat jullie allemaal een hekel hebben aan Hollanders. Dat prima, maakt niet uit. Ja, nu is het cool. Met uw kloppen en uw gierig zijn. Oh, dat is allemaal. En je bonen is wonen in een windmolen. En met je tulpen. En die drugs en die hoeren de hele tijd. Ah, godverdomme. Nee, en dat is een van mijn favoriete films aller tijden. Omdat daar een soort levensechte reenactment. Het gaat over een 30-jarige gast. Het is eigenlijk gebaseerd op een theaterstuk. Het is ook heel theatraal. Het ziet er een beetje te theatraal uit, als je er niet van houdt. Maar het gaat over een gast van 30 jaar die nog bij zijn ouders woont. En die heeft de hele tijd ruzie met... Die wordt een beetje te gepamperd door zijn moeder en ruzie met zijn vader. En een van de eerste scènes in die film is, komt recht uit mijn jeugd. Dat is echt, dus ze zitten allemaal aan het kerstontbijt. En dan zegt die vader, die zegt, ja, wel lekker, die zalm. En dan zegt hij, altijd die garnalen die we voorheen hadden. Ja, maar ja, hij moest garnalen. Wij zijn de zoon, ja, hij moest garnalen. Wij moesten helemaal geen garnalen. Jij wou altijd gaan halen. Nee, jij wou gaan halen. En dan zo, oh, dus ik lieg. en dan is ruzie. Vanaf daar, en dan is zo. Nee, maar ze beginnen de ochtend zo. Kunnen we nou één kerstontbijt doen zonder ruzie te maken? En een minuut later is het keiveel ruzie. En ik zat daarnaar te kijken als kind. En ik dacht van, hoe weten ze dat van bij mij thuis? Als van bij mij thuis. Bij mij was alleen, wisselden we af wie er met wie ruzie had. Je moeder tegen, waar ga je? Jij wou deze film? Ja, jij wou dat kutkind. Nee, jij wou dat kutkind. En ik zeg, ik wou mezelf helemaal niet. Weet je wel, dat was ook een grote schaapfilm van. De fucking story. Nee, maar dat is echt een hele leuke, grappige film, maar ook wel een beetje, een hele goed van sfeer. En wat is jouw... Ik ga voor heel Dick Maas en bibliotheek. Het oeuvre. Hele oeuvre van fucking Dick Maas en The Lift. En Sint. En Prooi! 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 Dat is echt een van de laatste podcasts die dat ik wou reden voordat Mosselman 2 stopte, was de podcast met Dick Maas, maar ik raakte hem niet tot bij de Dick. Nee. Sean had er geen probleem mee. Ja, ooit doen we die show, hoor jij. Ja. Ik smijt ze op en ik kop ze gewoon. Ja, we moeten er weer twee doden in de loop.
dan verdwijnen wij echt in een vortex van onze eigen anus. Ja. Ik kan het, de black hole. Zoals sommige mensen heel graag zullen willen worden. Ja, nee, de prooi. Ik was zo blij, omdat een van mijn favoriete films aller tijden is The Ghost in the Darkness. Ja. Leeuwenfilm uit 1998 met Val Kilmer en Michael Douglas. Ja. En de Dick Maas die in wanneer was, 2016, 17, was zoiets. Ja, ja, een paar jaar, nog niet zo lang geleden. In deze tijd denk ik ga een film uitbrengen over een moordende leeuw in Amsterdam. Er staat er ook geen vragen bij. Hoe komt die leeuw daar terecht? Wat doet een leeuw in Amsterdam? Wat maakt dit dat niet toe? Een bovennatuurlijke leeuw ook. Een slaptaard artis. Ja, dat weet ik zelfs niet. Zelfs dat niet? Nee, nee, nee. Totaal niet. Die is er gewoon niet. Die film start en er wordt gewoon... Dat is de Vlaamse leeuw, die staat er zo. Doe ik niet. Fucking Hollanders! Die film start en er wordt al gewoon een Deliveroo dude zijn kop afgebeten en een leeuw in het midden van Amsterdam. Dat is top! Beste film van alle tijden. Dat is keigoed. I love it wanneer dat erin stapt. Dat is allemaal algemeen de lift. Allee, hoe dat je dat gemaakt krijgt. Jij vertelde toch al langs dat jij ging die zien, maar hoe was dat nou weer? Er was zoiets... Ja, ik heb dat in een podcast van volgende week verteld. Maar nee, dat prooi kwam uit hier in de metropolis in Antwerpen. Like, ja. 4 dagen of zo. Ja, ik had die wel in de cinema zien, dus ik koop het ticket. En ik kom toen in de metropolis. Het was net de première van die Amerikaanse Loft. Dus het waren alle zalen van de metropolis was de Loft, Roy Loper, BV's, pers. En zo wat screenings van prooi. En ik kom daartoe en zo die journalist. Ach, zou je dat de Loft zien? Ik zeg, nee, kom dat fucking prooi kijken. Ja. Heb je fucking Loftfilm al gezien? Zit er een leeuw in? Nee, ik heb dat prooi. Judge Dredd zit er wel in. Ja, maar dat schoen dat je wil opgeten naar een leeuw, dat is ook pas de film. Ja, hij heeft een moeilijke relatie met die leeuw. Goeie relatie met de leeuw. Heb je paardseksfilm al gezien? Nee, natuurlijk niet. Paardseksfilm? Tell me more! Ik zei altijd paardseksfilm, dus met een paard. De gevangene die met een paard werkt, heeft een moeilijke relatie met een paard. Maar don't go there! Maar zo die... Ik zie het in die kretoogjes van je. Maar die had... It's on the horse. It's on the horse. Maar die cover is zo, dat paard zijn hoofd en zo schoenen als die er zo wat bij staat. Dacht van, hey, poepte dat paard op tijd van de film? Ik heb hem altijd niet gezien, ik kan wel sterven. Bojack maar... Jack Horseman. De dag dat schoenen zijn paard poepte in de film is met een held, joh. Oh, oeh, weet je dat geluid ook, denk ik. Of dat hij gepoept wordt door een paard. Hij poept het paard, dit. Ah, oké. Okay. Zoals schoenen. Dat paard. Heb je ooit Mama is boos gezien? Tuurlijk! Ja. Schatjes 2. Ja. Schatjes 2. Ik weet nog dat ik naar die film zat te kijken en dacht, betere titel voor die film is Pap I've Pack. Pap I've Pack! Omdat dat is een vervolg dus. Ja. Dat was zo Schatjes 1 of zo. Natuurlijk, Schatjes heet die gewoon. Ja, en dat ging een of andere fucked up gezin. Ja, en dat ging over een uit de hand gelopen scheiding. Ja, en dan op het einde gaan die dood in die meesten. Schatjes dat weet ik zelfs niet, ja. En dan is er een Schatjes 2 komen, die heet Mama is boos. Dat zijn die kutkinderen natuurlijk, het gaat over die kutkinderen. Ja. En dat komt dan uit dat die eerste film een droom was. Ah, dat weet ik zelfs niet meer. En die tweede film heet dat Mama is boos. Bobby Ewing stond ineens onder een lusje. It was all a dream. Maar en de andere Dick Maas films zijn natuurlijk de vlogger films, hè? Ja, daar heb ik het minder voor. Maar... Ah ja, ik vind het toch. Ik heb dat gezien. Maar deze is de erectie natuurlijk, de buurman, wat doet u nu? Dat ja, na Tatjana Simic. Die vraag gaan schrappen. Dat was de vraag. Wat was de vraag? Hoe heet de vrouw, de dame die zegt: buurman, wat doet u nu? Ah ja, dat wordt dit. Dat was hem. Daar heb ik meer zaad aan verspild toen ik jonger was. Dat zal wel zijn. Ja. En dat is Bert André, hè, die was er ook bij. Dat is de toen dat ik dat zaad aan verspild was. heeft hij alle flodderfilms gedraaid? Ja, alle drie. Dat is een tv-reeks geweest. Ja, want de Johnny van de films die sterft is toch gestorven tijdens opnames? Nee. Jawel. Dat is een feestje. Fuck, publiek weer een beetje. Op de auto van Flodder. Ja, ja, het was daar. Het was zo bij een soort van... Een die gast die de tv-reeks Johnny speelt. Nee, de gast die de Johnny in de film speelde. Nee, maar die leeft nog, Huub Stapel. Ja, in de derde is het een andere. Ah, dan is het die van de tv-reeks. Ja. Die is gestorven. Ja, ik weet het niet. Er is een Johnny dood! Iemand in de week. Elke week gaat er een Johnny dood.
Oké, wie wil er iemand naar een smartphone opzoeken welke fucking Johnny dat er dood is en hoe dat ja, er is? Ja, dan is die van de tv-reeks van Huub Stapel leeft nog. Dat was een opening van een garage, een feest dat hij toekwam. Ja. En die een klassieke, wat is dat, die auto waar ze allemaal... Ja, die ken ik. En dat schijnt hij over de kapo gelezen, zo, hallo, dat is zo... Dat je zo lachen. Ja, Johnny. Die gekke Johnny. Oh, die gekke Johnny. Nou, kan die toch godverdomme liggen? Wat heb je gezegd? Echt in zijn broek schijten? Hij heeft alles toch echt een goede acteur. Wat dat? Iemand riep iets onduidelijks. Koningsvrijbruggen of zoiets. Koningsvrijbruggen? Jij moet minder drugs pakken, kerel. Dat is geen naam, dat denk jij ook. Het fokken van de beeld bij u te zien. Ja, oké, dat is waar. Alright. Oh ja, jouw favoriete Hollandse film? Goh, wat ik een goede film vond, dat is al lang geleden, maar dat was met Jan de Kleijer ook in Fetja van Huwet, denk ik, karakter. Dat was een keigoed film. Dat is eigenlijk een hele coole film. Ik herinner me er niet zo belachelijk veel niet meer van. Ik weet dat Jan de Kleijer er zo'n soort deurwaarder in speelt. Ja, ik weet het ook niet meer zo goed. Dat was echt de film dat ook ervoor gezorgd heeft dat hem in de running was om Renard te gaan spelen in een James Bond film. Ah, ja, ja. Waar hem uiteindelijk voor heeft... Hij kon dat niet doen omdat hem al vast lag voor een toneelstuk. Ten oorlog deed, ja. En dan is hij Robert Carlyle geworden, maar dat ging normaal gezien eigenlijk... Jezus, we hebben toch al land van zo'n word of curve sure. Ja, dat is ja, echt, dat is niet dat, normaal, hè. Je hebt dat ook wel cool gedaan. Tuurlijk, was veel misschien zelfs beter. Dat is echt een goede film ook wel. En wat ik ook wel, ja, ik heb wel een zwak ervoor, er moeten verzinnen, maar ik vind dat ook typisch. Ik vind Nederland kan dat en wij kunnen dat niet. Namelijk? Dat zijn zo van die dingen als New Kids. Hè. Ah, zo, ja. Ik vind ja, dat ja. Geniaal. Hè. Zo Schultenbrouw en. zo die gastje dat dan zo ene keer stoot en direct klaarkomt. En zo al die. Hè, zo dat. Dat oh, 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 ja, dat gonk ieder al aan. Ja, ik moet dat. Wie heeft ik moet heel lang lachen weet. Met de slechtste op alle tijden. Oh, kom, kut, Wout! Dan komen die zombies eraan en zeggen: kijk! Van Biers! Ja, dat is een Van Biers! Ja. Op heel veel tijden. De trein op er mee! En dan zie je een Duitse of ook zo die charme zanger die dat dan in de familie ziet, die zo tijdens een begrafenis van die moeder dan. Come, take my hand! Ja. Ik bedoel, ik kan niet meer, hè? Dat vind je, ja, ik vind dat echt. Ja, dat is ook voor je. Dat is ook zo van. Hey, de Steve! De Steve! Dat is een pingpongtafel! Ja, dat is. En dan is er hebben die andere hele... films gezien? Die hebben Bros ja, Before Hoes hebben die gemaakt? Nee, ik heb alleen die. New Kids Nitro en New Kids. De originele heet. Turbo. New Kids Turbo. En New Kids Nitro. En in New Kids. Denk Turbo of Nitro. Denk Nitro. En dan zo'n gast die dat zo'n rol gewonnen heeft. Dat je mocht meedoen in de film. En je zegt dan zoiets als: hallo, ik ben Arend van Driessen. En ik heb een rol gevonden in deze film! En dan trapt Peter Arts die vol op zijn bakken. Dat was ik gewoon zo. God! Ja, dat kan ik. Ja, ik vind dat echt hilarisch. Want doet zo, Theo Maas en zo, die doen er ook allemaal in mee, hè? Als ja, deze, zo, nog even mijn moeder begraven, dan zit er niet zo in de fiets. Of niet, ja. Hans Steven in de eerste film is zo. Hé, hey, Rickert. Ik ben ontslagen. En zo, hij is een grapje. Nee, je bent wel ontslagen. En ik heb ook je moeder geneukt. Dat slaagt op niks, maar dat is mee. Theo Maassen die zat in een café, zit met een snor. Ja, ja. Oh, ik kan, en alles wat een snor heeft, moet ik mee lachen. Hè. Dus, ja. Ik zeg wel, dat is een laag. Wat een laag is dat ik alweer hoor. Is dat, heeft dat een snor? Ja, dat vind ik het grappig. Tet de Braak was helemaal jouw ding. Een beentje ver met een snor. Ja, top. Oh, oké, okay, goed. Ik denk dat we op die noot moeten af... Zou je nog vragen? Nee. Oké, okay, goed. Fijn. Dank u wel. Dames en heren. Deze noot. Oké. Ik vind het leuk om terug op het podium te staan. Hè? Ja, hè. Ja, dat is veel te lang geleden. Ik zat de hele tijd thuis. Hoor. Ik heb zelfs dat ding gedaan dat Jim Carrey doet in mijn allereerste... weet je nu? Ace Ventura. Dat je zo demonstreert dat als de terras. Ja, die deur! Dat wij hebben zo'n terras. Ja, dat is zo Jasmin. Goed. Jasmin! En je denkt zoiets, jij moet echt dringend terug. Dat
Nou ja, we blij dat we er allemaal bij waren. Oh. Dames en heren, dit was het einde van de tweede. Waar hebben we dit was het einde. Geef ze. Ik ga nog iets drinken en bijna verjaardag. Geef ze nog een applaus, dames en heren. De fantastische Xander de Rijken, Alex en Hugh. Jullie waren top. Tot volgende keer.